Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag dinsdag. En vandaag ben ik er met Amina en Judith lekker op kantoor. Volgens mij hebben we ook geen afspraak buiten huis. Volgens mij? Nee, niet dat ik weet. En anders ben ik hartstikke onvoorbereid. En vandaag gaat Judith verder met de klantenorder. Die kan lekker daarmee aan de slag. Dus die zit waarschijnlijk de hele dag achter de naaimachine. Amina die gaat verder met trendanalyses. Dus die zit achter de computer. En ik ga een paar moodboards maken voor de branding van FDR. Daarnaast wil ik ook het atelier herinrichten. Want het past gewoon allemaal niet meer. Ik ga nu echt als een gek oorbellen in doen. Want ik krijg wel kaal. En dan ga ik zo meteen naar het atelier. Doei! Oké. Nou, Amina, jij hebt je haar vast. Je bent helemaal ready. Ready om dit atelier om te toveren in... wat eigenlijk? In een opgeruimd atelier. Dat dit allemaal in mijn atelier past, vind ik nog het meest bijzondere. Jongens, ik vind het enig. Ik vind het helemaal enig. Ik ben zo blij. Vertel even wat je aan het doen bent, Anjut. Altijd hetzelfde filmen. Ja, de kijkers hebben toch geen idee. Bezig met de rok. Ja, wat dan? En de lager op aan het spelden. Ja, en dan wordt hij uiteindelijk helemaal vol met tulle. Ja. Nice. Hoe gaat hij bij jou, Amina? Goed. Zie je het nog zitten? Ja. Goed zo. Nou, Amina, vertel even aan de kijkers wat jij aan het doen bent. Ik ben bezig met trendanalyse. En ik zit nu te kijken naar de kleuren. En ja. En zie een beetje de kleurinspiratie. En dan hoe je het kunt gebruiken in looks. Ja, want we moeten natuurlijk wel weten wat de trends worden van volgend jaar. Yes. Nou, ziet er goed uit. En wat ben jij aan het doen? Helemaal niks. Nee, daarom. Jullie aan het filmen. Ja. Dag lieve mensen, het is op dit moment, even kijken, half zeven en ik sta hier met Jut. Yeah. Ze moest nog even wat afmaken. Jut moest nog heel eventjes wat afmaken voor de order van onze klant. En ze is lekker bezig. We hebben er nu al één baan op zitten. Nee, lieve mensen, het gaat niet zo blijven. We gaan hem natuurlijk nog afmaken. Maar het is een goed begin. Verder hebben we vandaag het atelier helemaal heringericht. En ik ben helemaal blij, want alles past. En het ziet er goed uit. Ik ga nu op tijd naar huis en ik zeg tot donderdag. Doei! Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag donderdag. En vanochtend had ik een fashion emergency. Ik wist gewoon niet wat ik ging aandrukken. In plaats van dat ik een heel verhaal ga houden, ga ik het kort houden. Want ik moet meteen weg. Maar ik ga jullie allemaal alles vertellen. Dus het komt helemaal goed. Doei, tot zo meteen. Ben je allemaal aan het doen, fan? Ik ben een scheve lijn weer recht aan het maken. Maar wie was die scheve lijn dan? Oren. Lekker bezig. Dit vind jij echt leuk, hè? Je kikt hier echt op. Ja, heerlijk. Echt love it. Vooral als ik dan die ondertiteling eronder kan doen. Dat wordt alleen maar erger van. Nou, de rest is hier ook lekker niks aan het doen.
Heb je dat gemaakt? Oh, sorry. Heel nice. Ik heb geen idee waar je allemaal mee bezig bent. De trendanalyse. Het ziet er wel cool uit. Dat zijn, vertel even aan de kijkers, want de kijkers hebben geen idee. Om zo'n webwinkelkeurmerk te krijgen, moet je gewoon bepaalde legal dingen op die website hebben staan. Zoals die terms en weet ik veel, aanbodprijs, leveringsgarantie en dat soort dingen allemaal. En die moet gewoon duidelijk zijn. Het enige wat toegevoegd moet worden zijn hier zo die buttons, maar die zijn ook al met nogal verbonden. Die zijn al verbonden met pagina's die bestaan, zeg maar. De pagina's zijn al uitgeschreven, alleen moeten die nog hier komen. Moet die daar nog komen. Dope. Het is ook een spiegelbeeld. Ja, het is een vrouwenjas. Eigenlijk. Mag ook gedragen worden door mannen, daar niet van, maar... Ja, even poseren. Ja, hij staat je echt nice. Boven die mouwen zijn echt kort. Ja, heel cool. Ja, en die zakken zijn een beetje klein voor jouw handen. Ja, ik heb mijn handen nu echt helemaal klein in een vuistje. Dus mijn handen uitstrekken, kom ze tot hier. Ah joh, dat weet niemand. Ja, ik vind het wel dope. Kijk hem naar zichzelf. Check het dan. Jas aan het kijken, mevrouw. Ja. Goedenavond, lieve mensen. Zoals je ziet, ik was helemaal klaar om naar huis te gaan. Jas aan, tas ook. Hoppakee. Ik denk, ik ben er klaar voor. Ik doe het licht uit en ik ben weg. Maar ik moet natuurlijk de dag afsluiten. Dus bij deze ga ik dat alsnog doen voor jullie. Vandaag was een hectische dag. Ik heb meeting op meeting op meeting gehad. Van meeting met de docenten van mijn stagiairs tot aan nieuwe intakegesprekken met stagiairs tot aan Ismar die even langskwam om wat dingetjes te bespreken en ook gewoon even de gezelligheid. En toen was het ineens 6 uur en was de dag weer voorbij. Zo was mijn dag. Maar het was een super leuke dag. Raïd, Judith en Amina die zijn allemaal lekker zelfstandig aan de slag gegaan met hun eigen taken. Dat gaat allemaal lekker. Ik heb hier naast mij een rok. Een rok in de maak. Het lijkt nu nog nergens op, maar ik heb er volle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. En ja, ik moet wel een beetje wennen aan deze nieuwe ruimte. Het is wel een beetje, ja, wel heel nice, maar ik moet er toch wel een beetje aan wennen. Heb ik verder nog wat te melden? Nee, ik heb helemaal niks meer te melden. Dit was het voor vandaag. Ik vond het mooi geweest. Dus ik zeg, adieu.